Dit is de nieuwste telg van het Saphir-geslacht, om het zo maar te zeggen. Het is een typische weekendkruiser. Een boot ontworpen niet voor hele lange tochten, maar wel voor weekenden en heeft alle comfort daar ook voor. Het is niet voor lang verblijf aan boord, maar voor dagzeilen en weekendzeilen. We hebben net de boot gevaren en het woei bijna tot onze verschoning. Het woei 5 à 6 en dat is voor zo'n weekendzeilen natuurlijk behoorlijk aan de wind. 1 rifje erin. En we liepen aan de wind 6,2 knopen ongeveer. Dat is voor zo'n boot toch heel erg snel. En voor de wind en surfend op de golven, ja, dan tikten we zelfs over de 9 heen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, Maries. Ja, heerlijk. En jij hebt hem opgevaren. Wat vond jij van het sturen? Heel erg licht. Zeker, hij reageerde heel snel op het roer. En anders dan wat ik van een stuurwiel gewend was, merkte je nauwelijks druk op het roer en dat hij heel snel reageerde. Ja. Nou, dat vond ik ook. Hij stuurde echt fantastisch en ook dus op hele ruime koersen. En dat zijn de moeilijkste koersen om zeg maar een boot goed in de hand te houden. En ik vond dat heel erg goed gaan. De boot, ja, ik vind hem heel mooi met een grote, ruime kuip, waar je toch met 4 mensen prima in kan verblijven. Hier binnen zijn eigenlijk 2 hele luxe slaapplaatsen voorin. Ook op de 2 bankjes is in feite te slapen, zeker op deze bank, die is ook 1,90 of dikke 90 lang, die is iets korter. De boot heeft eigenlijk alles, een toiletje. Zo, achteruit in parkeren, maar dan past het ook prima. Een kombuisje. Je kan er niet bij staan, maar je kan er prima bij zitten. Niet om onder helling nou op te koken, maar wel als je in een haven ligt of s'avonds voor anker ligt, is het uitstekend de voorziening. Het is allemaal wat kleiner uitgevoerd. Je hebt een koelkastje. Mooi gewerkt, blijft ook netjes dicht. Motorruimte. Je kan overal prima bij. Alle lijnen en vallen zijn onderdeks weggewerkt en kan je vanuit stuurmanspositie prima bedienen. De Saphir 10M, 10 meter, is een fantastische boot om te varen en eigenlijk een hele luxe boot om weekenden op door te brengen. We hebben heel veel genoegen hiermee gevaren en we zijn eigenlijk wild enthousiast.